vaker wordt tafeltennis echt gezien als de campingsport. En ik denk dat heel veel mensen dat gewoon niet weten, dat tafeltennis gewoon een echte sport is. Ook in Nederland. Wat voor mij mooi maakt aan een sport is dat je heel veel verschillende aspecten hebt. Ik vind het ook mooi om die mentale wedstrijd ook echt aan te gaan. Van oké, ik kijk je even aan en ik daag je even uit, maar kom maar. Ik ben sowieso iemand die nooit opgeeft. Ik ga altijd door, ook al sta ik heel erg ver achter. Je weet gewoon, ik blijf gewoon hijgen in je nek. Ik hou gewoon vast. En het fysieke gedeelte, want je traint normaal gesproken train je 2 keer op een dag voor tafeltennis. Dus je hebt echt wel een sterk lichaam nodig om dat vol te kunnen blijven houden. Dus ik denk van oké, hoe meer ik investeer in mezelf, hoe sterker ik mezelf maak, hoe beter ik mezelf laat voelen, des te grotere kans ook is op een resultaat. Ik heb zelf echt opgewerkt naar de nummer 2 van Nederland, naar de nummer 1 van Nederland. En nu heb ik ook echt op een senior niveau weer gewoon resultaten neerstaan. Ik ben natuurlijk in 2010 Europees jeugdkampioen geweest. En ik heb nu al meerdere resultaten, maar ik ben nog geen Europees kampioen geweest bij de vrouwen. En dat is echt nog wel deels een droomdoel voor mij. En nog een hele grote droomdoel is natuurlijk nog een keer medaille op de Olympische Spelen. Volgens mij kan ik momenteel van iedereen winnen. Ik ben gewoon goed in vorm. We hebben al zoveel geïnvesteerd. Verschillende partijen, verschillende mensen. We zijn er naartoe gegroeid, dus we gaan het gewoon doen. Ik ben Britt Eerland. Ik ben 27 jaar en ik doe aan tafeltennis.